Goeiedag beste kijker en welkom bij Het Gesprek. De kans is groot dat u de voorbije weken en maanden wat vaker televisie kijkt, zoals nu tijdens het weekend. Dat tonen de cijfers toch? Het komt onder meer omdat de horeca gesloten is. Iets gaan drinken, uit eten gaan. In deze tweede besmettingsgolf kan het inmiddels al meer dan 100 dagen niet meer. Het maakt horeca de zwaarst getroffen sector in deze coronacrisis. Mijn volgende gast kan getuigen over economisch overleven in deze coronatijden. Bekend als oprichter van onder meer Balls & Glory, Slow Food, Fast Served, Belgisch, de gehaktballen, ambachtelijk. Evenveel kok als horeca-ondernemer. Goeiedag, Wim Balieu. Hallo, goeiedag. Meneer Balieu, die crisis is nu bijna een jaar bezig. Had u zich een jaar geleden kunnen inbeelden, toen de eerste lockdown inging, dat we nu nog steeds in zo'n toestand zouden zitten, dat u hier in deze studio zou zitten over die crisis? Zeg gerust Wim. Dag Wim. Ik denk dat... Ik zat tussen kerst en nieuw 2019 in Boedapest. En toen was er zelf van corona nog geen sprake. Kijk, en ondertussen tikt de tijd. En wie weet waar dat we volgend jaar staan. Dus ik had het niet kunnen voorspellen. En ik kan ook niet voorspellen waar dat we volgend jaar zullen zitten. Inderdaad. Blijft koffiedik kijken. Nu over uw onderneming, die Balls & Glory. U heeft ook andere projecten, maar Balls & Glory. Wat je wel kan zeggen is dat dat al omnichannel werkte. Jullie zaten al online, een jong bedrijf. Jullie deden al aan delivery en afhaal. Eigenlijk waren jullie achteraf gezien meer coronaproof dan misschien sommige klassieke restaurants toen het allemaal begon. Dat is moeilijk uit te drukken natuurlijk. Ik denk dat wij met Balls & Glory hebben inderdaad evenveel winkel als restaurant. En je ziet ook dat in de sector foodwinkels, de Delijzes, de OK's, het supergoed doen, super performant zijn. Ja, en horeca is dood, letterlijk en figuurlijk. En ik denk dat wij geluk hebben dat we gewoon met beide benen in een segment staan. En daardoor zijn we een beetje gered geweest. Ja, een beetje gered, want u zei daarover al tijdens die eerste golf maanden geleden. Goed en wel, er is afhaal, er is delivery, er is een winkel. Maar we draaien wel zo'n 75% omzet minder. Is dat nu nog steeds in die grote orde? Ik denk, het is nog steeds zo. We hebben met Balls & Glory nu 7 vestigingen. Wat we vooral zien, is er zijn grote lokale verschillen. En in Brussel hebben we echt een terugval tot 80% dat we gewoon kwijt zijn van onze omzet. Dus er schiet nog 20% over. In onze thuisstad een beetje, Gent bijvoorbeeld, houden we iets beter stand. Dan zitten we toch nog altijd op 50-55% van ons volume vorig jaar. En dat is natuurlijk, dat is dankzij die take-out, die delivery. Maar dat hadden we voor de coronacrisis ook ongeveer 50% van onze omzet uit take-out en delivery. Dus ik vind het altijd gevaarlijk om te zeggen dat horecazaken die niet op take-out en delivery springen een fout zouden maken om de corona te overleven. Want dat is eigenlijk niet het geval. Je ziet gewoon take-out en delivery die er al was, houdt stand. Maar anders is het heel moeilijk om dat als nieuw segment aan te boren, denk ik. Ja, we gaan het wat verder in dit gesprek hebben over overlevingsstrategieën voor horeca in deze crisis. Ik wil het eerst met u kort even hebben over die globale impact van de crisis op u en op heel uw sector. Ook even kijken naar het uniek verhaal van uw bedrijf. Het is eigenlijk een jong bedrijf, pas vanaf 2012-13 werd het opgericht en begon het snel te gaan. En ook het feit dat die crisis jullie en collega's noopt tot u zelf wat heruitvinden of innovaties versneld door te voeren. Nu over die impact van die crisis op u en uw collega's. Deze week nog cijfers van Horeca Vlaanderen. Die zeggen dat 46%, dus quasi de helft van de horecaondernemers, stilaan vreest binnen 2 maanden de boeken dicht te moeten doen. Dat is een heel dramatisch cijfer. Is het bij u even erg gesteld of ziet u bij collega's inderdaad dat het water al helemaal aan de lippen staat? Ik denk dat in januari van 2020 kreeg ik een rapport binnen van McKinsey die internationaal voorspelde dat 30% van de sector zou sneuvelen. Ik heb dat altijd vastgehouden als een soort van hou vast, van kijk, we moeten ons hier door sleuren. En ik denk dat, dat een deel van de sector gaat verdwijnen, jammer genoeg. En ik denk dat die 30% dat niet zo ver zal afzitten. Dat is ook inderdaad wel het gevoel een beetje dat ik heb als ik zo rondom mij kijk, rondom mij luister, dat er nog... er zullen helaas nog heel veel ondernemers sneuvelen. En dat is doodzonde natuurlijk. Hè. Ja, 30% is veel. Hè. U tweette daarover, u schreef daarover eens. We kregen een joef op ons bakkes als onderneming. Dat was tijdens de eerste golf.
Dan was er de tweede besmettingsgolf. Vanaf 16 oktober, nu al 3 maanden geleden, zijn jullie gesloten. En toen tweet u daarover. Even slikken, troepen verzamelen, herschikken, aanvaarden. Op naar het nieuwe en let's make some fucking good food. Ja, wel, maar ik denk, dat is een beetje de essentie van... Ik ben een ondernemer, puur sang. Dus dat wil zeggen dat ondernemen is meer dan dat financiële luik. Wij willen de wereld een beetje lekkerder maken. Ik ben in eerste instantie een kok, dus ik wil lekker koken. En mijn heilige schrik is ook om nu corona te krijgen en mijn smaak te verliezen. Ja, ik heb daar inderdaad echt een heilige schrik voor. Maar dus, we kunnen als team ook wel blijven koken. En dat is goed nieuws. Dat is ook als ik zeg van, kom aan, we maken fucking good food. Dat kunnen we blijven doen. En dat moeten we ook blijven doen. Natuurlijk, die financiële impact, die is gigantisch. Er zit toch een soort van cash drain, zeker als we het op groepsniveau bij ons bekijken. Maar ook daar zijn de lokale verschillen, Vlaams, Brussels, toch ook wel vrij groot. Maar goed. De cash drain, in hoeverre teren jullie op de reserves nu? Ja, deels. We verdampen cash als groep. En dat is dan ook maar zo. En dan is het ook aan ons om te kijken met instanties als PMV bijvoorbeeld. Dat we zorgen dat we voldoende cash hebben om ons hier door te sleuren. En dat is wel oké. Dus voor mij is dat tweede luik van mijn onderneming. Daar zitten we in moeilijk water. En moeten we door de storm. En dan het derde luik is voor mij natuurlijk het sociale luik van ondernemen. Een restaurant is leuk omdat je met een keuken-equipe, een zaal-equipe, dat je met teams kan werken. Bij ons gaat dat in het bedrijf ook nog verder, door heel korte keten te werken, de link met onze boeren. Ja. Dat is voor mij het moeilijkste luik momenteel van corona. Dat is dat heel het sociale stelsel van mijn onderneming stort in. Ik heb heel veel medewerkers die al een jaar op economisch werkloos zitten. Een aantal flexijobbers in onze restaurants. Dat zijn de mensen die zich nu beginnen omscholen. Ik heb boeren die beginnen afhaken. Dan is maar de vraag van... Is dat een natuurlijke evolutie? Is misschien goed? Misschien is dat een heel gevaarlijke stelling. Maar misschien waren er inderdaad wel te veel horecazaken. Dat kan. Ik snap de logica daarachter. De cijfers spreken dat eigenlijk niet tegen. Dus misschien moeten een aantal mensen zich omscholen. Maar ik mis dat sociaal weefsel in mijn onderneming. Dat is nu echt dat is voor mij de hel. Ja. En dat sociaal weefsel in de onderneming, u zegt het daar, mensen op tijdelijke werkloosheid. Hoe groot is dat aandeel? Want jullie blijven deels operationeel. Hoeveel van die mensen zitten in die tijdelijke werkloosheid? Ja, 80%. 80% van mijn bedrijf zit thuis. We hebben dan van bij het begin ook de keuze gemaakt om meteen te zeggen van kijk, onze fulltimer... Want we hebben een heel goede mix tussen fulltime flexijobbers en studenten. Dus alles van studenten valt sowieso volledig weg. Ja. Dat zijn de tijdelijke contracten, dat valt weg. Het zijn ook net die studenten die die kleur aan ons bedrijf geven. Dat is echt de glory in Balls and Glory. Dat komt vanuit dat jong geweld die in die studentensteden in onze restaurants komt werken. Dus ja, dat zijn we kwijt. De halftimers en zo, daar zijn we nu aan het kijken. Wat blijft economisch werkloos, wat niet? Maar dat is heel moeilijk. En wij proberen dan echt wel onze franchise-ondernemers in de eerste plaats en dan de vaste mensen zoveel als mogelijk aan het werk te houden en gemotiveerd te houden en een doel te geven. Want werk hebben en een doel hebben zijn soms nog twee verschillende dingen, hè. U zei daarnet ook, er zijn medewerkers die thuis zitten, ook landbouwers die zich aan het omscholen zijn. Dan zorgt die coronacrisis wel ervoor dat mensen definitief een ander pad kiezen. Die ben je kwijt als horeca. Ja, dat is waar, maar... Ik denk dat er was een transformatie van de sector nodig. Ik denk, Balls & Glory, ik heb na 10 jaar in de event catering te zitten, was eindelijk, vond ik, de black box daar in de horeca, om eigenlijk de horecasector te gaan verofficialiseren. Voor mij was dat het moment dat ik in de horeca wou gaan. Dat ik echt zoiets had van, oké, nu is er eigenlijk een nieuwe wind. De sector kan eindelijk nog verder professionaliseren. Maar dat was al in 2012. Het is ook een beetje regionaal gebonden, maar bijvoorbeeld Brussel had een achterstand in het professionaliseren van die markt. Iets grotere horecabedrijven. Die transformatie was nodig en ik denk dat die is nu versneld door corona. En dat gaat dan niet alleen over de digitalisatie, dat is in iedere sector belangrijk, maar dat gaat vooral ook over, ik denk, net iets grotere horecabedrijven, meer dan die 2- of 3-mansbedrijven, wat dat zeker niet fout is, maar waardoor dat we iets kloeker staan als bedrijf en horeca ook echt als een bedrijf gerund wordt.
Ja. Dus die transformatie is nodig, die wordt nu deels versneld. Maar het is natuurlijk maar, dat is maar een deeltje van wat dan nu aan het gebeuren is. Hè. En het versnelt wel de transformatie, oké, maar er gebeuren ook oneerlijke drama's door de situatie. Ja. En dat is niet fijn natuurlijk. Ik hoor u tegelijk nu praten als het gaat over transformaties en de aard van onderneming. Dat is helemaal Wim Balieu, de ondernemer die nu spreekt. U zegt dat ook. U zegt, ik ben voor de helft kok, voor de helft ondernemer. Dat moet in balans zijn, anders word ik ongelukkig. Ik ben in de eerste plaats een beetje wereldverbeteraar, denk ik. Ik ben ook een dromer. Ik wil dingen veranderen. En dan heb ik het geluk of de pech. Ik weet niet, ik heb een grote passie voor eten en hospitality, want de twee hangen samen. Hè. Het is die hospitality die ik nu ook vooral mis. Hè. Maar dus, ik heb die food en die hospitality keihard in mijn genen. En ik wil daarmee met die passie wil ik ondernemen, wil ik dingen veranderen. Die twee zijn nodig. En dat is wat ik daarnet zei. Ik kan blijven koken. En we kunnen blijven zorgen dat mensen beter eten. Want dat is mijn persoonlijke battle. En of dat we dat nu doen via iemand die aan onze toog zit. Of iemand die thuis een foodbackbox opendoet en onze gehaktbal en mijn receptuur daarin terugvindt. Of dat dat via Meal Hero loopt, wat dat stoommandjes zijn. Of dat er iemand is die ziet hoe dat wij Belgische gehaktballen maken op Njam. Dat zijn allemaal nieuwe businessmodellen die voor ons versneld zijn, nog eens door corona, maar waar dat we wel mee bezig waren. Dus ik had daar net in uw introductie zeggen van ja, Balls and Glory is slow food, fast served. En dat is exact wat we doen. Het hoeft daarom niet onder de vorm van een restaurant te zijn, dat we slow food tot bij de mensen brengen. Ja, want ik wou het even hebben over die onderneming. En als ik je bezig hoor, inderdaad, daar die slow food, fast served, daar is allemaal heel goed over nagedacht. Het is ook allemaal goed uitgewerkt, tot in de puntjes. Ik heb het nu specifiek over enkel Balls and Glory. Er zijn ook andere projecten. Al vanaf die oprichting duidelijk kiezen voor één product, één bepaalde techniek ook, hè, de chocolat mouleux bij gehaktballen dan. Maar daar consequent voor gaan, dan groeien in centrumsteden, ook inpikken op de delivery trend en zo meer. Maar van jullie laatste Instagram-foto tot de zinnetjes op de website, die een stuk verwijzen naar de authenticiteit van die gerechten. Daar zie ik ook de man die een vlerikopleiding gedaan heeft en die, zoals ik over u ergens las, ook alles goed berekent. Ja, het lijkt soms wat enerzijds de kunstenaar en anderzijds iemand die zeer rationeel is en dat combineert in een businessmodel. Ja, voilà. Ik denk dat Wim Balieu eerder de kunstenaar, creatieveling is die dingen wil veranderen, die impact wil genereren. En ik ben echt op mijn 18 heel impulsief begonnen met zelfstandig zijn, vanuit de slagerij van mijn ouders catering gaan doen. En ik heb gaandeweg, ik heb moeten leren om een aantal dingen in modellen te gieten, ook een aantal zaken te gaan berekenen. Enerzijds voor dat economische luik van mijn onderneming, maar anderzijds ook, ik ben iemand die heel graag teams bij elkaar brengt. En Balls and Glory is nu een team van een 80-tal mensen, denk ik. Dat is echt een ecosysteem die we moeten samenhouden. En daarvoor is planning, communicatie, een duidelijke strategie, waar gaan we samen naartoe, is wel belangrijk. Maar Ik denk dat ik dat moeten leren heb, al zeggen heel veel mensen rondom mij, maar je hebt dat ook wel in uw natuur. Dus ik weet niet waar dat het kunstenaar zijn stopt en het beredeneerde start, ik weet het niet. Ik ben wel iemand die, als ik een doel heb, wil ik er wel voor gaan. En ik wil daar een pad voor uitstippelen om naar dat doel te gaan. Maar ik ben wel iemand die heel flexibel kan zijn om mijn pad aan te passen. Om toch aan dat doel te geraken. Dat doel is slow food, fast serve bij de mensen brengen. En laat ons zeggen dat mijn flexibiliteitstraining het afgelopen jaar wel al goed loopt. Ja, u heeft bijzonder flexibel moeten zijn, want als het dan gaat over heel dat businessmodel, er is de convenience van het product, het toegankelijk product, er is het product zelf, die balls, maar de glory, daar is natuurlijk het voorbije jaar weinig sprake van. De glory was net dat je het kan consumeren in de restaurants, wat muziek op, de lange tafels. Nu zijn jullie noodgedwongen gereduceerd tot afhaal en delivery. Goed en wel, jullie kunnen blijven draaien, maar dat is ook niet de heilige graal, hè, dat afhalen en delivery. Nee, zeker niet. Zeker niet. En dan, ik denk dat wij als bedrijf, doordat die omnichannel al heel hard aanwezig was, hebben we daar een beetje stretch op. Ik denk dat heel veel horecaconcepten, zijnde dat pintje vers getapt in uw favoriete café op het hoekske,
dat is wat dat het is. Meestal is die uitbater, die is ook gemaakt om te praten met klanten en pinten te tappen. En dat maakt ook die eetcultuur zo mooi in België. En dan wordt het heel gevaarlijk. Ik hoor soms verwijten van, die een café-uitbater, die moet niet klagen. Die kan toch ook online biermanden gaan verkopen. En dan denk ik, maar dat is niet waar. Allee, dat is waarschijnlijk die cafébaas helemaal zijn talent niet om online verkoop te gaan doen. Twee, heb je een webshop nodig voor bier te kopen? Dat kan misschien evengoed via de supermarkt. Dus ik vind het ook heel gevaarlijk om inderdaad te gaan zeggen, we moeten wel transformeren, want er is een deeltje transformatie nodig. Maar anderzijds hoor ik, en daar word ik een beetje kwaad van, hoor ik regelmatig, horeca is eigenlijk een beetje de staalindustrie van de jaren 80, 90. Ze moeten transformeren en ze mogen niet koppig blijven hangen aan hun model. Dan denk ik soms, als er nu één sector is, zijn de food en hospitality, mensen ergens laten welkom voelen, waar dat... die persoonlijkheid van uw zaak en de uitbater en het concept zo belangrijk is, dan is het dat café of restaurant of bistro. Dus laat ons daar ook mee opletten en vermijden dat gans onze Belgisch landschap van horecazaken transformeert tot buitenlandse fastfoodketens. Dat moeten we ook niet laten gebeuren. We moeten daar toch voorzichtig in zijn van het is of plooien of breken. Misschien moeten we ook maar durven gewoon even ons been stijf houden en ons voorbereiden op betere tijd. Ja, en terug naar het nieuwe normaal waar beide kunnen. Nu, heel die delivery, dat is een grote logistieke operatie altijd. Dat is het verplaatsen van een product van A naar B, naar een klant. U heeft het zelf geprobeerd, las ik ergens. Met een busje rondgereden, hoeveel kan je afleveren? Ja, wij kunnen 10 leveringen per dag doen. Dat is het maximum. Dat is nominaal niet zoveel. Dat is niet zoveel. Nee, tuurlijk niet. Maar goed, ik heb daar een persoonlijke visie op. Mijn voorspelling is dat Deliveroo binnen 5 jaar uw toiletpapier en tandpasta aan de deur zal leveren. En dat jij met heel veel plezier naar een dichtbij gelegen foodmarket uw vers inkopen gaat doen. Ja. Dus ik wacht even mijn beurt af. We hebben vanuit Balls & Glory ook een webshop die we België en Nederland beleveren. Dat zullen we ook moeten doen. Maar mijn voorspelling is toch dat food and hospitality, dat persoonlijk contact, die experience, dat we dat blijvend gaan nodig hebben. Dus, en dat mensen eens te meer graag naar de verkoopplaats van die food gaan, van dat eten gaan, om dat ook een stuk te beleven, te bekijken, te kennen. Ja, voilà. Dus ik denk dat... vers eten is zo belangrijk. We worden daar gelukkig van, we worden daar strak van, we helpen de wereld daarmee vooruit. Dus ik denk dat we echt moeten kijken... Nu zit er nog altijd in het fenomeen dat mensen met... 10 waterflessen en toiletpapier en hondenbrokken naar huizen gesleurd geraken via de metro en dan via Deliveroo misschien die ene pokeball laten leveren. Volgens mij moeten we dat gewoon omswitchen. En dan wacht er ons een heel, heel, heel mooie toekomst als koks en hospitality mensen. Dus laat ons daar vooral naar uitkijken. Ja. Omdat eten ook, goed eten, een emotionele product is, dan... De bulken toiletpapier en mijn tandpasta. Ja, voilà. En goed eten is een basisrecht. Hè. Dus, we hebben nog heel veel battles te voeren. Ik heb zoiets van, bijvoorbeeld, lekker eten op scholen. Dat gebeurt nu te weinig. Dus laat ons vooral nu mensen uit de horeca misschien omscholen om lekker eten te maken op de scholen. Scandinavisch model, verplicht warme maaltijd op school. Ik zou daar meteen voor pleiten. En misschien moeten we zelf die rol gaan vervullen als horecaondernemers. Dus ik denk, ik weet het niet, ik heb wel goesting in de toekomst tegelijkertijd, omdat lekker eten en gezond eten altijd niet alleen een primaire behoefte zal zijn, maar ook echt een tool om een samenleving samen te houden en te laten openbloeien. Ja. Ja. In die zin geeft een coronacrisis, waardoor er noodgedwongen wat minder bedrijvigheid is, wel de tijd om bepaalde ideeën te gaan uitdenken, uitwerken. U begon inmiddels ook al iets nieuws met Wim's Daily, klassieke Vlaamse stoofschotels. Er is meer tijd om na te denken over nieuwe projecten, over nieuwe gerechten. Crisis die een kans biedt. Ja, dat kan. Het is heel leuk om innovatie te gaan koppelen met uw cultuur. Hè. Dat is, wat wij doen met Wim's Daily is, we hebben glazen, herbruikbare schotels, die we vullen met ovenschotels met minimum 80% groente, rechtstreeks van bij de boer.
Maar we hebben wel in onze glazen schotels een chip ingebouwd. Dus niet de aardappelchip, hè, maar dus, de metalen chip ingebouwd, waardoor dat we eigenlijk in een soort van consignatie, dus met tokens, goed kunnen regelen op dat glazen schoteltje. En dat glazen schoteltje komt dan terug of via onze afhaalpunten of dark kitchens. En wij zullen telkens voor u vers koken in dat glazen schoteltje. Dat is iets heel stoem, want koken in een glazen schoteltje is niets nieuws. Maar in tijden waar dat iedereen uit kartonnen bakjes eet, wordt dat ineens wel weer heel relevant. Dus tuurlijk, dat pad naar innovatie ligt daar. We moeten dat pad ook inslaan, maar we moeten wel zorgen dat we bestaande ondernemingen meenemen op dat pad en ook op de juiste manier ondersteunen. En ik denk, we zitten hier in het Vlaamse parlement een hoedje af, want ik denk dat de maatregelen die momenteel op Vlaams niveau genomen worden, er ook voor zorgen dat we niemand moeten achterlaten in die transformatie. En laat ons daar wel voor pleiten. Maar nu klink ik even meer als politieker dan als kok waarschijnlijk. Ja, maar goed, het is misschien de geest van het gebouw. De geest in dit huis mag dat dus. En ja. Koken en politiek, dat vindt elkaar ergens wel onderweg. Maar over die maatregelen, je haalt het zelf aan. In midden die vorige lockdown, zei u daarover, ook hier op sociale media. We zaten toen in een toestand van open en weer dicht. En open, toch dicht. Dus een harmonica-model. En u zei ja, dat harmonica-scenario, ik krijg er kippenvel van. Bleek achteraf maandenlang nog zo te duren. Hè? Ja, goed. Elk moet natuurlijk, voor onze onderneming bijvoorbeeld, is het heel duidelijk, het is alles of niets. Ja, dus ik heb liever volledig terug te plooien op enkel take-out en delivery. Dus we hebben bijvoorbeeld bij ons ook intern de afspraak gemaakt. We hebben onszelf het perspectief gegeven om rond 15 april terug open te gaan. Dus we hebben samen als groep beslist, mochten we verplicht worden om terug open te gaan voor 15 april, dan houden we het op take-out en delivery only. Ah ja. En het feit dat ik nu gebruik om verplicht te moeten opengaan, want zo zien wij het een beetje. Ik heb zoiets van, we moeten terug all the way kunnen opengaan. Die vibe moet terug in de restaurants komen. En in die zin was het harmonica-model met open, dan misschien weer dicht, dan half open. Alles behalve een manier van werken voor jullie. Nee, ik hoorde Peter Goossens dus ook zeggen van, ik kan niet 5 dagen op voorhand te horen krijgen dat ik moest sluiten. Dan zit ik zit met koelkasten vol met materialen die dan moeten weggegooid worden. En we kunnen ook niet op 1 week tijd terug alles opensmijten. Dus daar is gewoon een klein beetje rust nodig, waardoor dat er een planning kan gemaakt worden. Dus daar moeten we gewoon echt nu wel naar uitkijken. Als we terug open gaan, dat iedereen de tijd krijgt om alles goed voor te bereiden. En dat we dan ook vermijden dat we dan een maand of 2 maanden later terug alles moeten dichtgooien. Ik denk dat dat echt superbelangrijk is. Over perspectief dan, over het wanneer kunnen openen. De premier zei daarover dit weekend. Ja, hij gaf daar niet meteen een eensluitend antwoord op, maar hij zei wel, iedereen zou moeten gevaccineerd zijn tegen pakweg september. Dat is nog lang, hè? Ja, dat is nog lang, maar dan is het ook maar zo. Ik denk, als we er ons kunnen op voorbereiden en bepaalde businessmodellen die nu niet toegespitst zijn op coronaproof zijn, maar eenmaal na de gezondheidscrisis wel weer vooruit kunnen, dan denk ik dat onze morele plicht is om die te ondersteunen. Degenen die moeten innoveren en nu die stappen moeten nemen om zichzelf te gaan omturnen tot een soort nieuw future-proof bedrijf, die moeten nu deze tijd benutten. En laat ons dan in een soort van rust tussen aanhalingstekens en sereniteit en een positiviteit gaan doen. En ik denk dat net dat perspectief belangrijk is om toch een soort van gemoedsrust te creëren, waardoor dat we toch op zijn minst weten waar dat we aan toe zijn. Het kan geen kwaad om slecht nieuws te brengen. Ik denk dat mensen beter tegen slecht nieuws kunnen dan tegen geen of onduidelijk nieuws. En ik denk dat we daar wel nu als horecasector een beetje het slachtoffer van zijn. Ja. Om jullie door die crisis te loodsen, waren er de Vlaamse beschermingsmaatregelen? U zei het er nog van daarnet, die zitten goed in elkaar. Er is eigenlijk een pakket van tijdelijke werkloosheid tot handelshuurlening, het Vlaams beschermingsmechanisme. Al die maatregelen die hier beslist en genomen worden in dit huis, volstaan die om ongehavend de crisis door te komen? Nee, die vraag is verkeerd gesteld. Volstaat het om te overleven? Goh, het, het, het,
Ja, ik denk dat de maatregelen die er momenteel zijn volstaan om niet levensgevaarlijk gewond te geraken als je gezond was op het moment dat de crisis van start gaat. Hè. Dan is natuurlijk de vraag hoe sociaal willen we zijn, hè, want we leven in een democratie die iedereen wil helpen. Hè. Maar goed, ik denk dat zeker het beschermingsmechanisme goed is om een deel van die vaste kosten onder controle te houden. Hè. Want we hebben een beetje een verouderd model waarin dat we nog altijd in heel vaste kostenstructuren zitten en die lopen door. Ja. Dus laten we vooral ook daar kijken hoe dat we die wat dynamischer en flexibeler kunnen krijgen. Maar dat beschermingsmechanisme zit goed. Wij zien dat overbruggingsrecht voor onze zelfstandige ondernemers een goede move is. Want ik heb nog ouders die als zelfstandige het met €400 pensioen moesten doen. Dus dat is wel goed om te zien dat zelfstandige ondernemers ook gesupport worden om toch een soort van minimuminkomen te hebben. Dus dat zit goed. Ik denk naar de handelshuurlening, daar zitten nog wat gaten. Hè. Dat voelen wij zelf ook. Ja, dat zijn dossiers waar dat problemen zich potentieel wel kunnen opstapelen. Zoals dus, bijvoorbeeld? Er zijn heel veel verhuurders die zoiets hebben. Laat ons nog even afwachten vooral hier dat we een deal maken. Ja. En voorlopig moet je geen huur betalen en dan zien we wel. Dat is een gevaarlijke afspraak. Hè. Dat is een afspraak die ik bij heel veel horecaondernemers hoor. Van, we hebben alles redelijk onder controle. Alleen met onze huisbaas hebben we nog niet echt een deal. En dat hangt dan natuurlijk wel als een zwaard boven uw bedrijf. Want als ineens iemand 10 maand horecahuur, €40.000 of zo, kan gaan opeisen, dan wordt dat wel een heel tricky one. Hè. Dus de handelshuurlening, daar zitten wel nog wat gaten in. En los van dat natuurlijk, we spreken hier over het Vlaamse mechanisme. Ja, federaal. Bijvoorbeeld, ons restaurant in Brussel heeft een eenmalige premie gekregen van €4.000 en that's it. Dat is in Brusselse andere gewest, vestigingen makkelijk 10% van onze omzet vorig jaar met een plafond kunnen gebruiken om die vaste kosten te dragen. Dus bijvoorbeeld, op groepsniveau valt het voor ons goed mee, maar de cash drain in Brussel in vergelijking met de cash drain in Gent, dat is een wereld van verschil. Ah, dus in die zin is die Vlaamse coronapolitiek genereuzer dan die van het Brusselse gewest? Ze is in ieder geval genereuzer, ja. Nu, ik denk dat we... het Brusselse gewest was ook... De Brusselse horeca was altijd tegen de witte kassa. Hè. Dus ik vind... Ja, de Brusselse horeca is misschien ook net iets minder solidair geweest de afgelopen jaren. En dus... Het is een moeilijke balans. Maar ja, ik denk dan wel vaak, je zal dan maar net die Brusselse horecaondernemer zijn die geen vestiging heeft in Vlaanderen, of omgekeerd. Dus je zit daar toch al met heel grote verschillen. Ja, om het optimistisch af te ronden, we zitten nu toch al met die eerste maand vaccinaties van woonzorgcentra, straks de massale vaccinaties. We hopen dat dat vlot en snel verloopt. Misschien het Rijk der Vrijheid, zoals minister Van den Broeke zei, tegen de zomer. Goed, hoezeer kijkt u uit naar... Bal zijn glorie, maar opnieuw met glorie. Deuren open, lange tafels, muziek aan, mensen die binnen en buiten komen. Ja, je bent daar net gestart met de vraag, had je kunnen voorspellen vorig jaar dat? Ik vind dat nu ook een heel moeilijke. De enige zekerheid die ik heb, is dat we geen zekerheid hebben. Dat is hetgeen dat ik communiceer aan mijn team. Tuurlijk kijken we uit naar de relaunch. En ik denk, als we dan de combinatie kunnen doen van het klassieke horecamodel, zijn de vibe in restaurants brengen en tegen dan ook omnichannel sterk genoeg staan, dan wacht er ons als bedrijf en als onderneming, en voor mij als ondernemer, een leuke toekomst. Maar wanneer het Rijk der Vrijheid er opnieuw zal zijn, dat weet ik niet. Ik heb alleen ook geleerd van mijn ouders dat de weg ernaartoe, dat je die nooit mag vergeten en daarvan genieten. Dus wij proberen vooral ook als onderneming niet te zeggen van we wachten nu even op tot als we terug open gaan. We proberen ons gewoon nu binnen die tijd nuttig bezig te houden, waardoor dat de moraal goed blijft en dat we als bedrijf kunnen overleven. Dat is een mooie boodschap om mee te eindigen. Er het beste van maken en uitkijken naar betere tijden. Ondernemer, horecaondernemer en kok Wim Balieu, zeer bedankt voor dit gesprek. U ook, beste kijker, fijn dat u erbij was. U kan, zoals u weet, al onze uitzendingen bekijken op onze website. Surf naar ons, surf naar vlaamsparlement.tv. Volgende week, zaterdag, zie ik u heel graag terug voor opnieuw een gesprek.